Vals plat was dit. Hallo. Welkom op het ministerie. Hartelijk dank dat u me hier wilt ontvangen. Prima. Ik ben hier voor Big Challenge. Wat vindt u van dit initiatief? Nou, ik vind het top. Het is, laat ik zeggen, sportief. Het is voor het goede doel. Hè. Onderzoek, revalidatie, waar het gaat om kanker. En ja, op deze manier geven jullie ook als varkenshouder natuurlijk, houders, ja, geweldig... goed imago aan de sector. Dus en niet te vergeten de melkveehouders en pluimveehouders. En de melkveehouders en de pluimveehouders. Wat hebben we nog meer? Geitenhouders doen die ook mee? Geitenhouders doen ook mee. Geitenhouders doen ook mee. Nou, kijk aan. Dus ja, dat is heel positief. Wat raakt u persoonlijk zo aan Big Challenge? Nou, laat ik zeggen, als je dingen combineert van opkomen voor een positief imago van je sector, sportief presteren en het geld ophalen voor het goede doel, dat is ja... Dat is maatschappelijke betrokkenheid ten top, zou je kunnen zeggen. Ik weet, niet uit eigen ervaring, maar uit van mijn zoon, dat het een helse opgave is. Dus ja, je lacht nu nog. Maar als je aan de top bent, dan is het echt afzien geblazen geweest. Maar ik heb er graag voor over. En ik denk ook die 184 anderen met mij, ja, ja. Die voelen zich vereerd. Ja. Maar ook in die dagen moeten natuurlijk de varkens en de koeien en de kippen moeten wel goed verzorgd blijven. Dus dat hebben jullie, neem ik aan, allemaal geregeld. Wordt allemaal geregeld. Oké, okay. We kunnen niet hebben dat jullie daar een beetje zitten uit te puffen op de Alpe d'Huez en de varkens wat onrustig liggen te knorren omdat ze onvoldoende voer hebben. Dus dat moet je wel goed regelen, anders hebben we ook een probleem. Wilt u nog iets anders zeggen tegen die 184 deelnemers? Die willen samen 1 miljoen euro ophalen, 1 miljoen euro wat rechtstreeks naar de KWF kankerbestrijding gaat. Wat is de belangrijkste boodschap die u aan hen mee wilt geven? Nou, in de eerste plaats complimenten nu al voor de inzet. In de tweede plaats help elkaar een beetje als je die gigantische stijgingspercentages moet overwinnen. Ook belangrijk. En in de derde plaats veilig naar de top. En eigenlijk geldt dat ook voor de melkveehouderij, voor de varkenshouderij en voor de pluimvee in Nederland. Dus veilig. Net op. Veilig voor de mensen, veilig voor de dieren, veilig voor de ondernemers. En collegialiteit, want dat spreekt natuurlijk ook uit. Je doet het met z'n allen. Daar moeten we het ook van hebben. Okay. Mag ik nog met u iets afspreken? Ja, dat kan. Ja, dat ligt eraan welke afspraak. Nou, ik zal het u voorleggen. 7 juni is dus Alpe d'Huez. We hebben rond 84. Willen we, ja, sommigen willen 3 keer, sommigen 4, 5. Maar max 6 maal de berg op. Die overschatten zichzelf, denk ik, die de 6 keer. Ja, maar soms moet je zelf overschatten om verder te komen. Ja, ja. En mag ik u dan uitnodigen om dan aanwezig te zijn om ons aan te moedigen en daar als boekbeeld van de sector aanwezig te zijn? Dat is, welke dag zei je? Donderdag 7 juni. Donderdag 7 juni. Nou, ik zou als nieuwe CDA, lijsttrekker. Ja, dat is dan de vraag natuurlijk. Maar wie weet. Ik ben ook met een soort van beklimming bezig, zeg maar. Als het 7 juni past, dan doe ik mijn best. Maar even afwachten hoe het allemaal loopt. En of het allemaal een beetje te verantwoorden is dat ik jullie daar bezoek. Dat snap ik. Waardeer dat u mij steunt en dat u de rest ook steunt door middel van dit. Ja, echt waar. Alle anderen. Nu nog met haar op de benen, maar als je echt de Alpe d'Huez 6 keer op wil, dan moet je wel... Ze worden geschoren. Strakke kuiten, strakke dijen. Je dijen moeten zo en je kuiten moeten zo strak zijn als het huidje van een jong biggetje, zeg maar. En dan ga je ervoor met elkaar. Ik wens jullie echt heel veel succes. Alle waardering. En veilig naar boven en daarna ook weer veilig terug op de boerderij. Hartelijk dank voor deze geweldige steun. Graag gedaan.